Nou, we hebben het al een paar keer over gehad in deze uitzending. Elk jaar maar weer diezelfde kerstmuziek. Maar ook elk jaar nieuwe muziek. Ja, wat was dit jaar? Katy Perry, Taylor Swift heb ik gezien. Er komen wel nieuwe nummers, maar die worden niet zo bekend. Wij gaan nu reageren op 5 kerstnummers. Oude en nieuw kerstnummers. Zowel oud als nieuw. En ik ben heel benieuwd wat we er allemaal van vinden. Dit is Noises React. Goed, gaan we beginnen met Katy Perry. Een Cozy Little Christmas, dit jaar uitgekomen. So Mr. Santa, take the day off, get a massage, cause we got this one all under control. A little whiskey, we're getting frisky, ooh. And so dancing tonight, being bold. No, we ain't stressing, just caressing, warming up a popsicle toes. Nothing's missing, cause you're a blessing. Yeah, you're the only one I'm wishing for. Our love is something priceless. I don't need diamonds, no sparkly things, cause you can't buy this feeling. Nothing lights my fire or wraps me up, baby, like you do. Just wanna cozy, a cozy little Christmas here with you. Heerlijk nummer. Yes. Ja, leuk. Echt jouw ding? Ja, vind ik leuk. Gezellig. Maar ik vind eigenlijk alle nummers die iets met kerst te maken hebben, vind ik leuk. Ja, okay. Dus je hoeft maar Christmas te zeggen of... Jij vindt het leuk. Jij zit echt te kijken van niks nou, van mij. Ik vind kerst niet echt... ik ben daarin tegenover. Ik ben tegenovergestelde van Imke daarin. Maar ik moet zeggen, het is wel een heel ander nummer als een gemiddeld kerstnummer. Dus dat maakt hem wel leuker. Ja. Wel weer die sleebels erin, hè? Ja, dat wel. Maar toch, ja. Moet dat erin, in een kerstnummer? Ja, ik vind het van wel. Anders dan vind ik het niet echt overkomen. Er zijn natuurlijk heel veel kerstliedjes die dat niet hebben. Maar die voelen voor mij ook gewoon niet als kerstliedjes aan. Die wat niet hebben? Wacht, ik heb het even niet... Sleebels. Dat Oh, ja. Nee, dat is wel leuk. Dat vind ik juist wel maar leuk. Maar wel leuk om even in te beelden. Er staat dus iemand voor zo'n microfoon, heette dat nummer zo. Ja, precies. De tijd. Wel leuk. Ja, leuke baan. Hey, dit nummer is dit jaar uitgekomen, echt een paar weken terug. Moeten er meer van dat soort hedendaagse kerstnummers komen of moeten we juist bij die oude nummers houden? Nee, ik denk wel dat er nieuwe moeten komen. Ja, dat is wel leuk, toch? Leuk. Ja. Ook die clip is super hip. Ja. Super Want leuk. Daarnet in, hoe zit dat nou, hebben we natuurlijk gezien dat de oude nummers die blijven echt hangen. Die komen elk jaar weer terug. Mm-hmm. Maar zoals dit nummer zul je volgend jaar waarschijnlijk niet meer horen. Nee, waarschijnlijk niet. Nou, dat ligt er wel een klein beetje aan natuurlijk. Bijvoorbeeld Santa Tell Me van Ariana Grande. Ja, dat is al een nummer die best wel vaak hoort terugkomen. En de nummers van Justin Bieber, die hoor je ook nog best wel veel. Eigenlijk moet je gewoon over een paar jaar kijken. Nee, ik ook niet trouwens. Nee, dat is heel vaak. Wat is Justin Bieber? Ja, ik weet natuurlijk niet. Nee, wel Mistletoe. Dan zeg je, ja. Mistletoe, ja. Dat heel vaak. Oh, ja, en dan wordt het werk. Dan zet ik hem heel vaak aan misschien. Maar je kunt pas over een paar jaar zien of die nummers zijn blijven hangen natuurlijk. Dat is zeker waar. We gaan gelijk door naar de volgende, je noemde net al, Santa Tell Me. Oh, leuk. Santa Tell Me if he really cares, cause I can give it all away if he won't be here next year. I've been down this road before, fell in love on Christmas night, but I knew you'd say I woke up and you wasn't by my side. Now I need someone to hold, be my fire in the cold, but it's hard to tell if this is just a fling or if it's true love that he thinks about. So next Christmas I'm not all alone, but Santa tell me if you're really vraag me af, als je dan niet van kerst houdt, is dit nummer dan wel oké? Okay? Ja. Ja, ik vind dit echt een leuk nummer. Maar ik hoor wel sleebels. Ja, maar het gaat mij niet om de sleebels. Het gaat mij echt om de verplichtingen. Waardoor ik zo'n hekel heb aan kerst. Oké. Okay. En muziek is geen verplichting? Nee, precies. Dat, nee, inderdaad. Ja, ik vind dit ook wel weer een leuke clip ook. En ik denk dat dit over een paar jaar echt nog wel terugkomt. Ja. Hij is van vorig jaar. Dus... Ja, daarom. Maar ook over 10 jaar misschien, weet je wel.
ook die, hoe zij daar zo dansen. Ik vind het gewoon echt heel erg, ja, heel kerstsfeer, heel leuk. Ja, op de een of andere manier is het wel gewoon best wel een tijdloos nummer eigenlijk. Ja. Het is, ja, het, maar het is bij kerst altijd wel. Ja, dat klopt, maar toch zijn, is het op de een of andere manier blijven sommigen gewoon niet hangen. Zoals inderdaad, wat ik dat nou zelf. Wat ik zelf bij dit nummer vind, het is gedeeltelijk echt typisch haar muziek. Dat hoor je meteen, dat haar nummer is. En toch inderdaad een beetje ook die tijdloosheid van kerst. Ja. Dus ik denk dat het inderdaad een goede mix is en daardoor misschien wel terugkomt. Nee. Moet kerstmuziek aan bepaalde eisen voldoen? Zoals bijvoorbeeld sleighbells? Ja, vind ik wel. Nee, dat dus. Of heb je nog andere eisen? Nee, nou, vooral wel. Maar het moet gewoon een gezellige, warme sfeer geven. Oké. Okay. Ja. Eens? Ja, ik vind die sleighbells hoor erin, dat warme gevoel moet erin inderdaad. En ik vind het ook wel heel leuk dat er wat jazz in zit en zo. En het zoetsappige? Het zoetsappige. Ja, met al die mutsen en al die dingen bedoel je? Ja, ja. Ja, wel. Ja, nou ja, ik zit nu wel weer te denken, hè, dat zoetsappige met van dat de kerst zo fijn is en dat familie bij elkaar. En dat is natuurlijk in heel veel families helemaal niet. Dat het echt zo'n supergezellige tijd is. Want voor heel veel mensen is het helemaal niet zo'n fijne tijd. Maar daar gaan we het over hebben. Dat is een heel ander programma. Hey, Natasha Vroger komt zo. Rustig aan. Oké, next. Goed, de volgende is iets ruiger. Komt van Within Temptation. Ooit begonnen als een soort YouTube-grapje. Ze hebben hem als grapje online gezet en het is een beetje een cult-hit geworden binnen de fans. God of Christmas. Oh, ik ben heel benieuwd naar God of Christmas. Ja, hier was geen vreselijk. Ja, ik vind sowieso Within Temptation vind ik vreselijk. En dan kerst is zo mooi en dan. Dan zei het even. Ja? Oh nee, ik had eerlijk gezegd verwacht dat jij deze misschien wel kon waarderen. Nou, op zich, weet je, ik vind Within Temptation vind ik verschrikkelijk. Maar op zich is dit nummer dan nog enigszins prima. Maar ik vind het gewoon. Ja, hoort niet bij kerst. Nou, wat ze hebben gedaan is natuurlijk een beetje in hun muziekstijl een knipoognummer gemaakt. Ja, dat is het. Ja. Maar ik vraag me af, is het nummer ook echt uitgebracht? Want het is wel een live video die je dan ziet. Ja, dit is gewoon van een. Wat je zag, het beeld is van een fan in het publiek. Ja. En er is geen beeldmateriaal van. Dus ze hebben een concert gedaan. Ja. Precies. Maar ik vind het wel leuk. Nou ja, wat, wel, wat gebeurd is, volgens mij is dat echt iets van 15 jaar geleden of zo. Toen kwam het nummer in één keer verscheen dat op YouTube. Heel lang is nog gedacht onder fans dat het gewoon door een fanmade nummer was, zeg maar. Maar het was wel van hunzelf en dat hoor je natuurlijk ook wel als je ze een beetje kent. Mm-hmm. Maar dat was gewoon als grapje gedaan omdat ze dat leuk vonden. Uiteindelijk, omdat het zo'n grappig nummer is, is het best wel een hit geworden. Ze hebben het uiteindelijk nooit echt uitgebracht, maar 3 jaar geleden begonnen zij met een kerstshow te maken. Zeg maar een aantal kerstconcerten en die waren dan een beetje kerst meets Halloween, zeg maar. Mm-hmm. Dat soort shows. En toen hebben ze in één keer dat nummer weer gespeeld. Of in ieder geval weer gespeeld, dat hebben ze nooit eerder gespeeld. Maar toen hebben ze dat nummer gespeeld, omdat het bij die kerstshow paste natuurlijk. En ja, het is gewoon echt een hit onder de fans. Ja, nee, maar ik vind het een leuk nummer hoor. Ik vind het leuk gedaan. Ik ook. Mooi. Maar jij niet. We gaan gewoon door naar de volgende. Misschien vind jij die leuker. Merel, Kerst met de Fan. Oh, ja, die is heel leuk. Die is superleuk. Laten we kijken. Kerst met de Fan, gezellig. Kerst met de Fan. Kerst met de Fan, gezellig. Kerst met de Fan. Kerst met de Fan, gezellig. Kerst met de Fan. Kerst met de Fan, gezellig. Nou, wat leuk al die treinen in de kozijnen.
dat is toch gezellig zo met die gordijnen. Hey Merel, ik zag laatst die vriend op tv. Moet jij ook niet eens een GTST? Je verdient toch geen zak met al die liedjes. Hey, zoete aardappelfrietjes. Lieverd, kan jij ook een schortje omdoen? Ik loop maar te kutten hier met die kalkoen. Wat zijn we lekker uit. Nou ja, man, we zijn gewoon thuis. Maar het voelt gewoon eens uit. Ah ja, maar dan thuis. Dadelijk warme choco op de bank. Want die film komt op tv. Nou, dan ga ik maar naar boven, denk ik. Nou, doe toch gezellig mee! Want het is kerst met de fam. Kerst met de fam, gezellig. Kerst met de fam. Kerst met de fam, gezellig. Ja, gezellig. Ja, leuk. Ja, het is gewoon één grote sneer natuurlijk. Ja. Naar het kerstfeest met de fan. Ja, maar wel met een knipoog. Ja, met een knipoog. Ja. Dan loop je ook in zo'n trieste intratuin natuurlijk om weer om je boom te zoeken. Ja, dat is hartstikke leuk, joh. Nee, vind ik echt een leuke nummer dit. Ja, ik vind het leuk. Ja. Ja, ik vind wel dat het een beetje altijd heel veel op oude nummers lijkt. Ze heeft echt een bepaalde stijl en zeg maar al die andere nummers van haar, die hebben allemaal wel een beetje hetzelfde ritme en zo. Dus ik vind... Ik zou ook wel eens leuk vinden om een keer iets anders van haar te horen. Je vindt het niet een kerstliedje eigenlijk? Nee, maar ik snap ook wel dat het met een knipoog is natuurlijk. Alleen, het is, zou zo een nummer van haar kunnen zijn die nou al heel bekend is, zeg maar. Die ook gewoon niet hoort. Ja. Maar op zich zie je dat met meer artiesten wel natuurlijk. Ja, maar worden dezelfde producer vaak gemaakt, die beats. Ja. Dus ja, het moet allemaal wel herkenbaar klinken. Anders zou het Merel niet zijn dan iemand anders geassocieerd. Ja. Nou jongens, om alvast af te tellen, wat zijn jullie goede voornemens? Dat vind ik altijd zo grote bullshit. Goed, dan gaan we door. Next. Jeetje. Ik ben er ook maar gewoon mee gestopt, want er komt ze toch niet na. Ik kan ze wel, en je kan ook geen tijd verbinden aan goede voornemens. Als je iets wil, dan doe je dat toch wel. Dus ja, of niet. Of niet. Dat is gewoon per definitie niet. Maar het geeft me altijd wel een lekker gevoel dat ik denk van, oh ja, lekker met een schone lei gaan we weer een nieuw jaar. Ja, maar waarom een schone lei? Nee, echt. Nee, ook helemaal niet. Jeetje, nieuw mie. Straks kom jij met rood haar in één keer op 1 januari. Dan denk ik, holy shit, leek ook binnen Temptation, kerstnummer. Hele jaar door kosten. Nee, ik weet het. Nee, ja, jij bent dus ook helemaal niet zo, hè? Nee, ik ook helemaal niet. Ik heb er echt een hekel aan van goede voornemens. Ik doe daar gewoon nooit aan. Ja. Maar waarom heb je er zo'n hekel aan? Want jij is wel haat hier. Dat je er zo'n hekel aan hebt. Ik heb echt een hekel. Nee, ik weet niet. Ik heb, ja, in één keer moet er iets gebeuren om je leven te beteren of zo. Ja. Moet in één keer moet kan iets ook gebeuren. Nu. Het is niet kan in één vandaag. Keer moet iets gebeuren, maar je kunt er gewoon een beetje denken van, nou ja, vanaf dan ga ik bijvoorbeeld op mijn eten letten of vanaf dan ga ik. Ja, maar dat kun je toch ook. Ik zit de hele tijd op mijn eten te letten. Ja, lekker. Nee, maar is het niet een beetje een goede voornemens? Is het niet een beetje zo? Kijk, er wordt gedaan, of het is bedoeld als een goed voornemen van dat je jezelf gaat verbeteren op welk gebied dan ook, vanaf een bepaald moment. Maar is het eigenlijk niet juist zo van dat je een goed voornemen hebt voor bijvoorbeeld het nieuwe jaar om het maar uit te kunnen stellen? Ja, dat vind ik. Dus van mensen die gaan sporten vanaf 1 januari, dat vind ik zo'n onzin. Ja, ga dan lekker nu sporten meteen, als je dat graag wil. Maar ook met eten. Op beetje eten. Hypocriet wel van mezelf om dit nou te zeggen. Maar ik ga er gewoon niet sporten. Meer over. Goed, we gaan door. We gaan door. Ja, goed, het volgende nummer, het laatste nummer is straks ook het nummer wat ze horen aan het einde van de uitzending. Iedereen kent hem, Happy New Year van ABBA. Je handjes. Nee, ga niet. Heel mooi. Ja, dat is wel echt een klassieker. Ik vind die heel mooi. Ja. Ik vind echt, met nieuwjaar of met oud en nieuw moet je die gewoon horen. Ja, ik vind het ook een klassieker inderdaad. Ja. Ik sluit me erbij aan. Oké. Ja. Maar. Is dat niet alleen maar zo, omdat dit het enige oud en nieuw nummer is? Dat is een hele goede. Ja, het zijn zoveel kerstliedjes. Ja. En is maar één, ja inderdaad. Ja, nee, ja, maar, ik ken ook geen ander oud en nieuw nummer. Ja, dat klopt. Nou, ja. Ik heb heel lang gedacht,
ik heb misschien een beetje een lelijke bekentenis dit. Maar ik heb heel lang gedacht dat ook het nummer Millennium van Robbie Williams een soort van nieuwjaarsnummer was. Maar ik heb laatst die tekst doorgelezen, dus het gaat helemaal nergens. Niet waar, niet het al te nieuw of zo. Dus, maar goed, dat zeiden. Ja, nee, ja. Ja, het is weer de classic natuurlijk, die je van jongs af aan meekrijgt. En dat blijft dan denk ik ook een beetje... Maar even terug naar de kerstmuziek, want de oude nummers doen het veel beter dan de nieuwe nummers. Hoe kan het dan dat met nieuwjaarsmuziek dat er maar één nummer is? Ja, dat is wel raar. Hoe kan dat? Ja, dat het misschien, ja, ik weet niet, misschien het is maar één dag natuurlijk. Hey, sorry, als wij nu een nieuwjaarsnummer gaan opnemen, dan hebben we meteen het hele repertoire verdubbeld. Moeten we doen. Ja. Ja? Zullen we het doen? Ja. Ja. Daar komen we. Ja. Ik ben naar de studio. Ja.